Yoga verspreidt de boodschap van de vrede en spiritualiteit van de oude tijd. Maar vandaag de dag wordt het vaker gebruikt als geneesmiddel. In dit kader heeft het Swami Vivekanand Cultureel Centrum van India afgelopen zondag een yogasessie verzorgd voor het publiek. Deze sessie werd verzorgd door yogaleraar Ayush Kumar in het Houtuin Resort. De sessie voltrok zich bij zonsopkomst en hield onder meer in meditatiepraktijken ten behoeve van een goede fysieke gezondheid, mentale en emotionele stabiliteit en vrede van het hart. De deelnemers hebben genoten van de sessie die plaatsvond in de schoonheid van de natuur. De directeur van het Swami Vivekanand Cultureel Centrum van India, Sarath Kumar, en yogaleraar Ayush Kumar hebben aangegeven dat er op 23 juni, Internationale Yogadag, weer een yogasessie zal worden gehouden.